Het is druk bij Museum Zonneborg in Utrecht. Iedereen is hierheen gekomen om de zonsverduistering te zien. Je ziet een rood bolletje met een klein kuiltje erin. Een rood stip en daar is een heel klein hapje uit. Ja, het is gewoon een koekje waar een hapje uit is. Toch wel heel erg tof. En je aandacht wordt er best wel naartoe getrokken natuurlijk, omdat je voor de rest niks anders ziet. Dus het is goed te zien. Ze dragen zo'n brilletje omdat recht in de zon kijken slecht kan zijn voor je ogen. Voilà. En met die bril op is dit wat je ziet. Je ziet de zon en de zon is een rondje en daar is een klein hapje uitgenomen. Met een telescoop kun je nog beter zien wat er gebeurt. Ik ben een beetje sterrengek en alles wat met het heelal te maken heeft vind ik hartstikke interessant. Dat ik dan met deze telescoop aan iedereen kan laten zien hoe de maan een hapje uit de zon neemt, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar hoe dat nou precies werkt, zo'n zonsverduistering? De zon, dat de maan voor de zon gaat. Dat weet ik zelf ook niet echt. De maan schuift voor de zon. Dan zie je de zon een stukje minder. Het zit zo. De maan draait rondjes om de aarde. En samen draaien de maan en de aarde rondjes om de zon. Als de maan precies tussen de zon en de aarde instaat, ontstaat er een zonsverduistering. Een deel van het zonlicht wordt dan tegengehouden en dan lijkt het dus alsof er een hapje uit de zon is. De maan zit eigenlijk hier en dan zit hij voor de zon. Dat wij dat dan vanaf aarde inderdaad kunnen zien als een zonsverduistering, gedeeltelijke zonsverduistering. Dat is heel bijzonder. Het was vanochtend nog even spannend of het wel goed te zien zou zijn. Of er geen wolken voor zouden hangen. Ik dacht van nou, wordt helemaal niks vandaag. Maar dit is super. Dit is echt heel mooi. Het is wat groter dan ik had verwacht. Ik dacht dat het gewoon veel kleiner zou zijn, zeg maar. Normaal zie je de zon nooit zo, alleen nu wel. Dat is wel grappig. Ik was bij mijn opa en oma logeren en toen kwamen we erachter dat vandaag een zonsverduistering was. Dus toen gingen we met mijn opa en oma kijken hier. Ja, dat zijn wij. We vinden het zelf ook heel leuk. Als je vandaag op school zat of niet naar boven hebt gekeken, dan heb je er waarschijnlijk niets van gemerkt. De volgende zonsverduistering, die is er over ongeveer 2,5 jaar. Ik geniet van het mooie moment, maar ja, het gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Het was gewoon interessant, vond ik. Heel interessant. Niet interessant, maar heel interessant.